Welke influencer zou jij wel een beschuitje willen eten? Ik ben Sybren, ik ben bol, ik kan niet lopen, dus ik rol! Doe even met het haargoed van deze high-class influencer. Nou, doe even normaal. Dan maak ik 's ochtends ook mijn brood, hè? We gaan het namelijk hebben vandaag over influencers. Wat een verdomd kutvolk is dat. Ja. Want wat vind jij van de influencers? Ja, allemaal high class. Hun moeders. Hun moeders. Ja. Dus ook mijn moeder. Behalve die van jou. Ik wou zeggen, we kunnen er anders wel even bellen. Nee. Als je dat leuk vindt. Nee. En wie is jouw favoriete influencer? Mijn favoriete influencer? Ja, de Anna eigenlijk wel, hè? Ja, de Anna. Ja. Welke influencer mag voor jou stoppen? Nee, denk ik, die is vervelend. Enzo Knol. Ja, Sowieso Gio. Ja, daar moet ik even over nadenken. Dat weet ik niet. Nee, gewoon Gio, niet moeilijk doen. Nee. Enzo Knol. Nee joh, als je lekker doet wat je leuk vindt, moet je dat gewoon lekker blijven doen, toch? Wie is de beste YouTuber van Nederland? Nee. Ik snap je wel. Ja. Kortom, en wie nog meer? Ja, is ook nog. A, B, C, D, je vader is gay. Ik f*** je moeder in de wc. Wauw. Bossie. Heet jij Bossie? Nee, ik heet Lars, maar noem me maar Bossie. Hoi Bossie. Het is jouw bijzondere talent. Ja. Oké, we willen het zien. En dat zat een mooi muziekje onder, dat heeft het wel afgemaakt, denk ik. Ja. Wat vindt u van de jeugd van tegenwoordig? Als ze zich correct gedragen, dan is het goed. En doen ze dat een beetje? Oh, de een wel en de andere niet, hè? Met welke influencer wil jij wel een beschuitje eten? Mr. Bean. Mr. Bean? Hij zegt Rijn. Mr. Bean. Nou, ik denk gewoon, Jade. Gewoon een ballonnetje. Jade, kom op, man. Ja, ballonnetje doen met Jade, toch? Emma Heesters. Ja. Emma Heesters. En met welke influencer zou jij wel willen ruilen? Gio. Ja, Gio dan. Gio nog wel? Ja. Of Gio? Pedo. Maar dat is niet aardig. Oh nee, dan Gio. Of Gio? Nee, Gio. Ja, kleine rat. Er was er net iemand die spoot met een waterpistool, ze spuit even terug. Oh, sorry. Maken influencers jullie onzeker? Ja, man. Ja, hoezo? Omdat ik lelijk ben. Alle influencers zijn mooi. Nee, dat is niet waar. Ja, supermooi. Dat is wel aardig van je. Yeah. Rap voor de mensen thuis. We zijn hier met de bananen, ey. Ey. Ik hou van peren. Peren. Maar je moet me niet smeren. Smeren. Ey, ik hou van kaas. Kaas. Je moeder is een paas. Paas. Dit is een fiets. Fiets. Ik doe niets. Wat vinden jullie van influencers? Allemaal boeien zand. Ja, en wat doen ze fout dan eigenlijk? Het zijn allemaal gootjes. Wat doen ze fout? Het zijn allemaal gootjes, joh. Maar ze doen het wel, ze verdienen wel veel geld. Ja, maar ze zijn gewoon een neppertje. Allemaal neppertje. Ze zijn examens. Oh, hebben ze last ervan? Ja. Oh, ze zitten daar binnen? Ja. Oh, nee. Maar dat horen ze. Horen ze ons nu? Oh, ze horen ons. Wat moet ik weten over deze school? Nou, het is best wel leuk. Wat vind jij van influencers? Ja, ze moeten lekker doen waar ze zelf zin in hebben, toch? Wie is jouw favoriete influencer? Kortom. Hey. Pak haar broek. Hij is lekker. Heb je ooit het verhaal gehoord van die... Maar kijk, als ik hier de sloot in spring, dat is zeg maar niet heel diep. Nee, je moet echt doen wat je wil, maar het is echt je eigen verantwoordelijkheid. Maar waarschijnlijk is het toch niet zo koud. We horen net dat jij een liedje wil zingen. Ja. Nou, ga je gang. Ik ben Sybren, ik ben bol, ik kan niet lopen, dus ik rol. Nice. Ja, ik wil even rollen eigenlijk. Ik kan niet lopen, dus ik rol. Oké, door en door. Oh, ik dacht je rolt wel het water in ook. Applausje voor Sybren. Ik kan niet lopen, dus ik rol. Een staartje maken in jouw haar. Oké dan. Sowieso een gekke drip dit. Ja, dit is wel een mooie video. Zal ik zo op Tinder... Dat is wel 30 euro dan, hè? Ja. Dankjewel voor de styling. Je bent een echte stylist in de dop. Ja, toch? Ik zie het al wel. Het is niet mijn idee. Ik heb niemand hier gedwongen, maar iemand gaat hier de sloot inspringen. Cloud pakken! Ja? Ja. Wat wil je nog? Heb je nog laatste woorden? Waarom doe je dit eigenlijk? Ik doe het voor alle mensen uit Montfort. Al mijn maten. Vooral voor de Christus-familie, ja? Astronomic gang. Ja, top. Als jij gelukkig van wordt. Ga je gang. Wow, hey! Oh, fuck you! Oh, fuck you! Oh,
kortom, hoe zit het? Waar word jij nou echt ongelukkig van? Als ik slecht cijfers heb op school. Wie is je favoriete influencer? Mijn favoriete influencer is David Dobrik of Enzo Knol. Je moet even Enzo doen om naar deze school te komen. Dan. Ja, jullie zeiden kom naar deze school, dus wil je dat de volgende keer naar jouw school te komen, doe een duimpje omhoog, laat je school achter, ben geabonneerd. Wat is er zo leuk aan de influencers dan? Jou vind ik wel leuk. Dankjewel. Ja. Welke influencer heb je nou echt een graf hekel aan? Femke Louise. Ja, wat doet ze dan? Ik vind gewoon haar attitude vind ik echt heel irritant. Wat wil je tegen haar zeggen? Fuck you. Pew pew. Kom jij aan die waterpistool? Waterballonnen? Hoe voelt dit nou? Verfrissend. Verfrissend. Wil je nog een shout-out doen naar iemand, iets, whatever? Ik wil een shout-out doen naar... Ja, tuurlijk. Ik raak mijn sloot. Ik wil shout-out doen naar mijn witte Nike sokken. Wit? Ze waren wit? Ja, nu zijn ze zwart. Sick. Shout-out naar zwarte mensen, man. Oh, het stinkt hier, jongen. Hey. Heb je wel eens geïnfluenced? Geïnfluenced. Ik vind het eigenlijk een beetje een klote woord. Heb je wel eens iets gekocht? Nee, we hebben een vraag. Maar wat vind jij van het woord influencer? Kut. Zie je jezelf als een influencer? Nee. Wanneer heb jij je voor het laatst laten influencen? Wat? Wanneer heb je voor het laatst iets gekocht omdat de influencer het aanbevol? Oorbellen, denk ik. Natalia, heb jij al besloten met welke influencer jij wel een beschuitje wil eten? Nee, ik moet nog even... Nou, we horen het aan het einde. Hij is een influencer. Oh. Hij is geïnfluenced door jou. Nee. Natalia is zelf ook influencer. Ze heeft namelijk een paardenkanaal. Yo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Paardenpaard TV. En wat vindt u van influencers? Nee. Die kent u niet? Nee. Dat zijn mensen die maken foto's en zo online en krijgen er geld voor. Oh, nou dat is niet verkeerd. Goed toch? Ja. Als je nog een beroep kan wel gaan maken. Ja. Stel dat er komt een zombie-apocalypse. Met welke influencer wil je dan vechten tegen de zombie? Met Mobicep, man. Ja? Ja. Dat is een goede gast. Ja, wel, man. Maken influencers jou onzeker? Nee, man. Waarom heb je je hele hoofd bedekt? Gewoon, ik hoef niet op beeld. Stel er breekt een zombie-apocalypse uit. Met welke influencer wil je dan strijden tegen de zombies? Wat is apocalypse? Apocalypse. Zeg maar dat de wereld vergaat en er komen zombies. Met welke influencer wil je dan strijden tegen de zombies? Met jou. Met mij? Ja, lijkt me heel gezellig. En wat is ons wapen dan? Microfoon. Ja. Welke influencers mogen dan in jouw team om te vechten tegen de zombies? Man, sterke. Hele sterke mensen. Wie dan? Ben jij sterk? Wat kan je tillen? Hakbel. 5 kilo. Hakbel. Ja, dat is genoeg. Mobicep met Joel Beukers. Nice. Liefde. Liefde is het wapen. Liefde is het antwoord op alles. Klopt, is waar. Top. Ja. Mooi man. Ja. Mooi man. Goeie snor ook. Sowieso. Top. Oh, dat is een stoere jongen die mijn flesje ging gooien, maar hij is weggegaan. Hé, daar is hij weer. Hé, kom maar vier dan. Hij wil graag aandacht. Nee, je wil geen aandacht meer? Hij wil geen aandacht meer. Kunt u even toeteren nog? Even toeteren. Welke influencer zou jij wel een beschuitje willen eten? Mark Floor. Mark Floor. Weet je wel knap is? Floris Otterspeer. Otterspeer? Die ken ik. Die achternaam zegt al genoeg. Wie zijn jouw favoriete influencers? Oh, dat weet ik niet. Nee, dat weet je niet? Word je onzeker van influencers? Nee. Nee, waarom niet? Ja, ze denken dat ze heel groot zijn, maar dat zijn ze niet. Mag ik het vragen? Ben je homo? Nee. Oké, dat is jij homo. Normaal. Zeker niet. Jij mag wel. Ja, soms wel. Soms ben ik homo, soms niet. Man, dat is niet goed, man, bro. Ja, wie bepaalt dat goed en slecht is? Jij niet, dacht ik. Jammer. Als je in zombie komt, met wie zou je dan, samen tegen de zombies gaan vechten? Enzo Knol. En waarom? Hij is fat toe. En wat is je wapen? Mijn wapen is een kettingzaag op een stok en mijn staartje. Ik wil met die. Hey, Sofian! Sofian, wil aandacht! Laten we even naar Sofian toe gaan. Je bent de hele tijd al om aandacht aan het vragen. Kom maar. Als je al een uur lang op mij aan het spuiten bent met een waterpistool, heb je blijkbaar aandacht tekort. Ik wil je die aandacht wel geven, op zich. Gaat het goed, Sofian? We kunnen nog wel een kilometer zo lopen, hoor. Maar Sofian doet de avond vierdaagse. Goed, Sofian. Dankjewel, Sofian. Lieve mensen, dat was schooltour in woorden. Doe een duimpje omhoog, abonneer. Check mijn podcast en ik check je later. Dankjewel. Leuk. Fantastisch.